Koude lucht vanuit Scandinavië heeft ons land bereikt. En de afgelopen 2 nachten hadden we al te maken met temperaturen onder het vriespunt. In het binnenland zelfs al matige vorst met waarden onder min 5 graden. En door dat koude weer is op steeds meer plaatsen al een heel dun laagje ijs tot ontwikkeling gekomen. De schaatsliefhebbers hebben de schaatsen al uit het vet gehaald. En op steeds meer plaatsen worden al voorbereidingen getroffen, zoals hier in Zuid-Holland, waar de weilanden onder water werden gezet in de hoop dat daar een mooie ijsvloer tot ontwikkeling kan komen. Als we dan even de schaatsthermometer erbij pakken, dan zien we dat door die koude lucht de afgelopen dagen al sprake is van ijsvorming. En we zijn momenteel aanbeland bij de ondergelopen weilanden. En het is dus even de vraag of die schaatsthermometer de komende dagen nog verder gaat oplopen, hoe lang die koude lucht nog bij ons in de buurt blijft. En daarvoor begin ik even met een verwachting van de temperatuur. We hebben dus met een koude luchtsoort, maar ook een droge luchtsoort te maken. En dat betekent dat er veel ruimte is voor opklaringen met overdag zonneschijn. En maandagmiddag lag de temperatuur rond of net iets boven het vriespunt. We zien op veel plaatsen in het land 0 of 1 graden op de kaart verschijnen. En in de loop van maandag, vooral maandagavond, nadat de zon is ondergegaan, duikt op veel plaatsen de temperatuur alweer onder het vriespunt. We zien hier zelfs in de buurt van Apeldoorn min 9 verschijnen. Dus op veel plaatsen matige vorst en misschien lokaal zelfs wel strenge vorst. En ook tijdens de nacht van dinsdag op woensdag duikt de temperatuur weer onder 0 graden. Is ook weer sprake van matige vorst. En ook woensdagochtend zullen we ontwaken in een wereld waar de temperatuur onder het vriespunt ligt. Nou is deze verwachting nog niet helemaal in beton gegoten, want de temperatuur is sterk afhankelijk van de hoeveelheid bewolking. Bewolking ligt namelijk als een soort dekentje boven het landschap. Tijdens de nacht straalt de aarde energie uit. En die wolkendeken werkt als een soort spiegel en stuurt ook een deel van die straling weer terug naar de aarde. En dat remt die temperatuurdaling. Dus in dat geval, met veel bewolking, hebben we te maken met lichte vorst, min 2, min 3 graden. Terwijl als die wolkendeken afwezig is, dan kan die straling ongestoord terug de ruimte in verdwijnen, koelt het aardoppervlak heel sterk af. En dan hebben we dus te maken met die matige vorst, min 6 of zelfs min 8 graden. Nou, hoeveel bewolking wordt er de komende dagen dan verwacht? Daarvoor heb ik even de bewolkingspluim meegenomen. Dit neemt de schaduwgevende bewolking mee. Dus hoge bewolking wordt daarbij niet meegenomen, want dat geeft nauwelijks schaduw. En dan valt op dat we tijdens de nacht van maandag of dinsdag vrijwel heldere omstandigheden hebben. Terwijl tijdens de nacht van dinsdag op woensdag wordt meer bewolking verwacht. Dus dan zal de temperatuur ook wat minder sterk dalen. De dagen daarna komt dat heldere weertype weer terug en pas tijdens het weekend neemt de hoeveelheid bewolking geleidelijk weer toe en dan gaat de dooi ook geleidelijk dichterbij komen. Ja, door dat heldere weer tijdens de nachten kan die ijsvloer steeds verder aangroeien. En voor het westen van het land wordt aan het einde van de week dan een ijsdikte van ongeveer 5 centimeter verwacht. Daarbij moet ik wel even zeggen dat dat de verwachte ijsdikte is voor water van 1 meter diep. Dus voor echte diepere plassen en meren zal het nog niet zo ver zijn. Nou, en na het weekend zien we die dooi invallen, gaat de ijsdikte weer teruglopen en dan is de schaatspret waarschijnlijk verdwenen. Nou, dit is voor het westen van het land, daar heeft de Noordzee nog ook een effect op de temperatuur. In het oosten van het land kan die ijsvloer wat verder aangroeien en wordt op zaterdag een maximale ijsdikte van zo'n 9 centimeter verwacht. Dus voor toertochten, marathons op natuurijs heeft het binnenland wel de beste papieren. Nou, voor de schaatsliefhebbers in ieder geval goed nieuws, want de komende dagen blijft het koud met vaak helder weer en die ijsvloer kan gestaag verder gaan aangroeien.